Deze webles behandelt geen nieuwe stof, ook worden er geen voorbeeldopgaven gemaakt. Deze webles geeft een overzicht van alles wat je rondom één onderwerp moet weten voor je centraal examen. Probeer het verhaal te volgen en noteer elke term, elke formule en elke toelichting waarvan jij niet meer aan jezelf kunt uitleggen wat het is. En fris na het kijken van deze webles de achterliggende theorie op. Zo ben je efficiënt bezig en train je jezelf voor het centraal examen. Onderwerp van deze webles is het domein Straling en Materie. En centraal in uh, dit domein staat eigenlijk de elektromagnetische straling. En wat je moet kennen van de elektromagnetische straling staat eigenlijk ook in binas. En uh, dat is onder andere dat je verschillende soorten elektromagnetische stralingen hebt, van radiogolven tot aan gamma straling. En dat er eigenlijk maar één grootheid is die daarbij verschilt, en dat is de golflengte of de frequentie, want ze zijn elkaar gekoppeld. Wat ook belangrijk is, is dat je die elektromagnetische straling kunt koppelen aan een uh, model. Dat is namelijk het model van Bohr, waarbij uh, elektronen rondom de atoomkernen draaien in vastgelegde banen. En wanneer een uh, elektron van een dichtbijgelegen baan, een baan of meerdere banen hoger wil springen, dan komt het in een hoger energieniveau en dan heeft het dus energie nodig. En die energie kan dan gegeven worden door Elektromagnetische straling, en om even precies te zeggen, door een pakketje energie in de vorm van uh, licht, wat we dan een foton noemen. Op het moment dat een foton het elektron raakt, en op het moment dat dat foton precies de juiste hoeveelheid energie toevoegt, kan het elektron uh, één stapje hoger springen. En op het moment dat het elektron terugvalt, zal het ook zelf een foton uitzenden. Je kunt vrij snel berekenen hoeveel energie een foton heeft. Want die is gelijk aan een constante, de constante van Planck, maal de frequentie. En omdat fotonen altijd met een constante snelheid bewegen, kun je het ook in de volgende vorm opschrijven. En hier kun je dus zien dat hoe langer de golflengte van het licht, hoe lager de hoeveelheid energie per foton zal zijn. Van heel veel stoffen, eigenlijk wel van alle elementen, is bekend. Hoeveel energie er nodig is voor een elektron om van een uh, baan naar een baan hoger te schieten. En hier zie je het uh, bekendste voorbeeld, dat is uh, die van waterstof. En deze staat ook in BINAS. Wat je hier ziet is een uh, schema met energieniveaus. En hier kun je dus aflezen hoeveel energie een elektron nodig heeft om bijvoorbeeld van de baan N is 1, oftewel de grondtoestand. Te springen naar de baan NS2, de eerste aangeslagen toestand. En wat er dus moet gelden is dat het foton dat voor die energie zorgt, precies die hoeveelheid energie moet toevoegen aan het elektron. En anders zal deze sprong niet optreden. Nou, zoals al gezegd, de onderste toestand is de grondtoestand, de toestand waar het elektron de laagste hoeveelheid energie heeft. En komt het in een hogere baan, dan is het in aangeslagen toestand. Het zal dan binnen een mum van tijd weer terugvallen richting de grondtoestand en daarbij dus weer energie uitstralen. En geef je een elektron genoeg energie mee, dan kan het zelfs loskomen van het atoom en dan is het elektron dus vrij en dan noemen we het atoom geioniseerd. En dat is dus het ionisatieniveau. En let er even op dat vooral bij die energieniveaus dat men ervoor gekozen heeft om die ionisatie, dat ionisatieniveau uh, energie nul te geven en alles wat eronder komt uh, dus een negatieve energie. Met deze kennis van uh, die sprongetjes die elektronen kunnen maken binnen het atoom, uh, kun je ook verklaren dat je zogenaamde emissie- en absorptiespectra kunt krijgen. En het uh, middelste is een zogenaamde emissiespectrum. En dan zie je dus uh, dat er alleen bij bepaalde, hoevele, bij bepaalde golflengte wordt er licht uitgezonden door uh, vaak een gasvormige uh, wolk van een bepaald element. En dat is dus uh, bij specifieke streepjes, bij specifieke kleuren, omdat elk element. Uh, bij elk element die sprongetjes van het elektron een bepaalde eigen waarde heeft. Dus je kunt eigenlijk zo'n element herkennen. Aan de locatie van deze streepjes. En valt het uh, elektron terug van de hogere aangeslagen uh, orde terug naar de grondtoestand, dan kan het dus een van deze kleurtjes licht uitzenden. Dat krijg je bij een emissiespectrum. Een uh, absorptiespectrum uh, krijg je wanneer je zo'n wolk met uh, gas van een bepaald element tussen jou en een uh, een, een lamp plaats, een lamp die een continu spectrum uitzendt, want dan zal die wolk juist bepaalde um, energie's absorberen omdat juist bij die energie's elektronen naar een hoger aangeslagen uh, toestand kunnen springen. En het zal je ook niet verbazen dat die streepjes en die uh, donkere lijnen per element ook precies op dezelfde plek liggen. Dus de streepjes in het emissiespectrum die vind je altijd op dezelfde posities als de absorptielijnen in een continu spectrum, als je kijkt, als je het hebt over dezelfde uh, stof um, die zorgt voor, het, voor die emissielijnen en die absorptielijnen. Wanneer je te maken hebt met een, uh, een vaste stof of een uh, zeer geconcentreerde gas die een bepaalde temperatuur heeft, nou, laten we als voorbeeld een gloeilamp nemen, dan zul je zien dat zo'n gloeilamp een continu spectrum uitzendt. Die zendt bij uh, alle golflengten, zendt die licht uit. En um, wat je kunt is uh, van zo'n gloeilamp, met behulp van twee um, wetten, kun je dingen zeggen over um, wat voor soort licht hij uitzendt en hoeveel dat dan is, hoeveel energie uh, het voorwerp uitzendt. Dus wat nu geldt voor deze gloeilamp, geldt in principe voor alle vormen um, die een bepaalde temperatuur hebben. Het is temperatuurafhankelijk. En uh, de eerste wet die we gaan gebruiken is de wet van Wien. En de wet van Wien, Wien is eigenlijk vrij eenvoudig. Die zegt het volgende: heb ik te maken met een voorwerp met een bepaalde temperatuur, dan zendt dat voorwerp ook in een bepaalde golflengte zijn maximale hoeveelheid licht uit. En de formule is uh, vrij eenvoudig. Um, er geldt namelijk dat die maximale golflengte maal de temperatuur in Kelvin altijd gelijk moet zijn aan een constante. Dat is de constante van Wien. Die kun je in tabel 7 van Binas terugvinden. En uh, je kunt het ook terugzien. Uh, als je kijkt naar het plaatje met de zogenaamde plankkrommes, dan zie je ook dat naarmate de temperatuur hoger wordt, dat de piek steeds meer naar links komt te liggen, naar de kortere golflengtes. Dit houdt ook in dat wanneer je naar een voorwerp kijkt, zo'n voorwerp kleur uitzendt of licht uitzendt in een bepaalde kleur. Koude voorwerpen die zien er uh, rood achteruit, omdat zij um, in het zichtbare licht het meeste licht in het rode gedeelte uitzenden. En hele hete voorwerpen, die zullen juist blauw uitzien, omdat zij in het zichtbare licht juist bij het blauwe meer uh, licht uitzenden. Maar um, zowel um, in de eerste als in de si tweede situatie, dus zowel de, de roodgloeiende als de blauwgloeiende geldt, dat het best mogelijk is dat de piek waar het dus de meeste energie uitzendt, dat dat licht buiten het zichtbare. Uh, spectrum. Dus uh, in het geval van de, de rood gekleurde voorwerpen zendt hij het vooral uit in het infrarood. En in het geval van de blauw gekleurde voorwerpen zullen ze vooral hun piek hebben liggen in het ultraviolet. In de grafiek met de plankrommes uh, zie je dat de piek wat meer naar links verschuift, maar eigenlijk nog veel duidelijker is een ander effect. En dat is dat die pieken ook steeds groter worden. De oppervlakken onder de lijnen die nemen ook toe. En de oppervlak. Onder uh, de, de plankrommen is een maat voor de hoeveelheid energie die wordt uitgezonden. En uh, daar heb je ook een wetmatigheid voor. En dat is de wet van Stefan Boltzmann. En die zegt eigenlijk het volgende: De intensiteit waarmee uh, zo'n heet voorwerp iets uitzendt, is gelijk aan de constante. Dat is de constante van Boltzmann, ook weer tabel 7 van Binas. Maal de temperatuur tot de macht 4. En temperatuur uh, ook hier in Kelvin. Hiermee kun je dus uitrekenen hoeveel 1 vierkante meter van het voorwerp. Eh, uitzendt in totaal. alle golflengten bij elkaar opgeteld. En je ziet dus dat die temperatuur een hele grote factor is. Eh, in eh, de hoeveelheid die wordt uitgestraald door een bepaald voorwerp. Vanaf hier gaan we de kennis die we tot nu toe hebben gezien. toepassen in eh, de situaties die je kunt vinden buiten eh, de aarde. We gaan nu een stukje astrofysica doen. We gaan ons nu richten op sterren en we gaan kijken wat kun je eigenlijk zeggen allemaal van een ster. En als eerste gaan we kijken naar de lichtkracht van een ster, hoeveel licht een ster uitzendt en hoeveel daarvan op de aarde terechtkomt. En voordat we de formules erbij gaan nemen, eerst nog een, 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 een zijsprongetje eigenlijk, maar wel een belangrijke. Dat is namelijk het volgende. Tussen ons en uh, in bijvoorbeeld de zon, zit namelijk nog iets wat belangrijk is, wat een rol speelt in, hoe we de zon uh, waarnemen, en dat is de atmosfeer. En de atmosfeer, de aardatmosfeer, die zorgt ervoor dat heel veel soorten straling uh, worden tegengehouden. Heel veel soorten elektromagnetische straling, komt niet door de atmosfeer heen. En eigenlijk twee soorten straling. Die uh, komt wel redelijk tot goed door die atmosfeer heen, en kan dus het aardoppervlak bereiken. En dat is uh, het stukje zichtbare licht, en dat is een stuk in het radiospectrum. Dus als je de zon wil bekijken in zichtbaar licht of met radiogolven, dan kan dat vanaf het aardoppervlak. En alle andere soorten straling, waarin de zon natuurlijk ook heel veel informatie verzendt, als je die wil bekijken, dan zul je boven het aardoppervlak moeten zitten. Een heel hoog op een berg kan helpen, maar nog beter is het natuurlijk om gebruik te maken van satellieten die van buiten het oppervlak en van buiten de atmosfeer de zon waarnemen. Dus alles buiten de zichtbare licht en uh, röntgen, uh, radiogolven, sorry. Daar zul je een satelliet voor moeten gaan gebruiken. Goed, dat was het zijsprongetje. We gaan eens even kijken, wat kunnen we nu eigenlijk zeggen van bijvoorbeeld de zon? Nou, wat natuurlijk een hele interessante uh, grootheid is, is hoeveel energie zendt de zon nu eigenlijk uit? En we hebben al met de wet van Stefan Boltzmann uh, een formule waarmee we de energie per vierkante meter kunnen uitrekenen, die een heet voorwerp uitzendt. Wil je het hele hete voorwerp in totaal berekenen, ja, dan moet je dus uh, het oppervlak meenemen. Dan moet je ook weten hoe groot het totale oppervlak is van het voorwerp. En dan krijg je dus uh, de volgende formule. Het vermogen van de zon, p-bron, is gelijk aan de constante van Stefan Bolsman maal het oppervlak van de zon maal de temperatuur tot de macht 4. Nu is het bij de zon redelijk eenvoudig, want we kunnen de zon zien als een bol. En het oppervlak van een bol, daar hebben we natuurlijk een formule voor. En dan uh, kunnen we de Blauwe formule uitwerken tot de gele formule, die niet in BINAS staat, maar die je dus wel kunt toepassen. En waarmee je dus de lichtsterkte van onze zon, maar ook van een willekeurige andere ster kunt berekenen. En die hangt dus af van de temperatuur van het oppervlak en van de dimensie van de straal van de ster. Dan bestaat er ook nog zoiets als een stralingsflux. En de stralingsflux eh, geeft eigenlijk aan de intensiteit die je ontvangt van een ster wanneer je staat op een bepaalde afstand tot de ster. En je kunt het eigenlijk als volgt zien dat al die energie die een ster per seconde uitzendt, dat die zich eh, verspreidt over een oppervlak van een bol. En hoe verder weg je staat van die ster, hoe groter die bol is waarover al die energie eh, verdeeld moet worden en ook, ook hoe minder je overhoudt per eh, vierkante meter. Want ook de stralingsflux is uh, gedefinieerd als uh, het vermogen dat binnenkomt per vierkante meter. Nou, om die stralingsflux uit te rekenen uh, moet je dus uh, het vermogen van de bron weten en de afstand van jou tot de bron. En uh, met de volgende formule bereken je dan uh, hoe groot de intensiteit is per vierkante meter. En uh, deze herken je misschien wel, deze formule, want uh, deze is al eerder voorbij gekomen als de kwadratenwet. Sta je dus twee keer zo ver weg van uh, een ster, dan zal de intensiteit die je ontvangt van die ster ook vier keer minder groot worden. Wat natuurlijk voor ons heel belangrijk is, we staan op een bepaalde afstand van de zon. De, ston, de zon heeft een bepaald vermogen. Um, dan kun je natuurlijk ook uitrekenen hoeveel energie wij binnenkrijgen per vierkante meter van de zon. En uh, die waarde is de zonneconstante gaan heten. En de zonneconstante bedraagt uh, 1368 watt per vierkante meter. Dus uh, meer kun je ook onmogelijk halen uit één vierkante meter zonnepaneel, bijvoorbeeld. Het kan nooit meer worden dan die 1368 watt. Wanneer je nu goed kijkt naar de zon en het spectrum van de zon bekijkt. Dan uh, valt er uh, iets op, dan zul je zien dat er zwarte strepen zichtbaar zijn in dat spectrum van de zon. Dat zijn de zogenaamde Fraunhoferlijnen. En uh, dat duidt dus op een absorptiespectrum. En een absorptiespectrum, dat wil uh, zeggen dat er uh, zich iets bevindt, één uh, of meerdere elementen zich bevinden tussen de zon en de aarde. En dat kan op twee niveaus plaatsvinden. Of er uh, bevindt zich iets tussen uh, de zon zelf. En, uh, en ons. En dan hebben we het over een soort van uh, zonne-atmosfeer. Of het wordt hier, uh, in de aardatmosfeer wordt uh, uh, dat licht geabsorbeerd. En dan meet je dus stoffen die zich in de aardatmosfeer bevinden. Uh, nou, dat laatste kun je natuurlijk makkelijk wegvangen door gebruik te maken van een satelliet die zich uh, bevindt boven de atmosfeer. En. Uh, als je dan toch nog die zwarte lijnen vindt in de Zon, dan wil dat zeggen, in het spectrum van de Zon, dan wil dat zeggen dat, uh, dat je één of meerdere stoffen kunt herkennen. die zich dan bevinden in de atmosfeer van de Zon. Nou, dat is natuurlijk al lang gedaan. En zo heeft men ook heel veel informatie kunnen krijgen over de opbouw van de Zon. en over uh, de elementen die uh, zich bevinden in de buitenste lagen van de Zon. Dat geldt niet alleen voor de Zon, het geldt voor alle andere sterren. Want. Uh, die, de plekken waar je die zwarte strepen ziet, die, die hangen alleen maar af van de stof, uh, van het element waar je te maken heeft, met, van het soort stof en van uh, niets anders. Toch is het mogelijk dat je wanneer je naar andere sterren kijkt, dat je dan uh, wel de strepen ziet die hoort bij bepaalde elementen, maar dat die strepen allemaal verschoven lijken te zijn, of richting het rode, of richting het blauwe gedeelte van het spectrum. En dat geeft ons informatie. Dat geeft ons namelijk de volgende informatie. En ik heb er even een plaatje bij gezet van twee sterren die om elkaar heen draaien, een zogenaamde dubbelster. En die sterren zullen zich afwisselend een beetje naar ons toe kunnen bewegen en van ons af bewegen. Wat blijkt nu het geval te zijn wanneer een ster naar ons toe beweegt? Dan verschuiven al die lijntjes in het spectrum, al die Fraunhofer lijnen, en die verschuiven richting het blauw. Dan krijg je een blauwverschuiving. verschuiving. En uh, hetzelfde stramien, als, als, het, uh, als het voorwerp van ons afbeweegt, dan krijg je een rood verschuiving. Dan worden alle golflengtes wat langer. En dan verschuiven al die streepjes, uh, in dit geval naar rechts, naar het rode gedeelte van het uh, spectrum. Dus uh, door die verschuiving kun je zeggen of een voorwerp van, of van ons afbeweegt of naar ons toe aan het bewegen is. En uh, we hebben zelfs nog een formule tot onze beschikking waarmee we kunnen uitrekenen uh, met welke snelheid dat gebeurt. En uh, die formule uh, ziet er als volgt uit: uh, Waarbij v dus de snelheid is, de radiële snelheid waarmee een ster naar ons toe of van ons afbeweegt. Uh, die delta golflengte is de verschuiving van de golflengte en c is de lichtsnelheid en hiermee kun je dus de snelheid berekenen. Wat je wel altijd zelf even moet doen, je moet zelf nagaan, uh, hebben we het hier te maken met een roodverschuiving of een uh, verschuiving. Dus beweegt het voor van ons af of beweegt het naar ons toe? En dan kun je dus ook de snelheid waarmee dat gebeurt uitrekenen. Nou, tot slot, wat valt er ook nog onder het uh, domein straling en materie? Dat is een stukje waarbij je uh, ingaat op uh, onder andere het leven van uh, de zon, het ontstaan en het uh, einde van de zon. Nou, alle details vallen niet onder het domein, maar je moet wel uh, deze grafiek kunnen aflezen. Je moet snappen wat hier te zien is. Uh, dit is een zogenaamd hersprong-rassel grafiek. En uh, als je hier uh, heel veel sterren in uitzet, dan blijkt dat, een groot gedeelte van die sterren zich uh, bevindt op een band, de hoofdreeks, die van linksboven zich naar rechtsonder uitstrekt. En ook de zon die bevindt zich daarop. En uh, wanneer je dus zo'n hertzsprung russell diagram hebt en je moet een bepaalde ster onderzoeken, dan kun je direct vanuit dit diagram drie dingen bepalen van deze ster. En het eerste wat je kunt aflezen is de temperatuur van het oppervlak van deze ster. Maar uh, daar zit wel iets... Uh, ze in, want uh, deze temperatuur is zo uitgezet dat de, de lage waarde aan de rechterkant kan staan. En hoe verder je naar links gaat, hoe warmer de ster wordt en hoe hoger de temperatuur ook wordt. Van onder naar boven kun je aflezen de helderheid van uh, de sterren. Onderaan zijn ze 10 tot de macht min 5. Ja, wat wil dat dan zeggen? Nou, dat houdt in dit geval in 100.000 keer minder helder dan de Zon, want het is in relatie tot de Zon, in vergelijking tot de Zon. En hoe hoger het uh, sterretje staat in deze grafiek, hoe meer um, licht het uitzendt, hoe hoger het vermogen zal zijn. En de grootste vermogens die je in deze grafiek kunt aflezen, zijn in de orde een miljoen keer zo helder als de Zon. Dan is er nog een derde grootheid van de sterren die je kunt aflezen en die, die staat eigenlijk schuin uitgezet en dat is de straal van de ster. Linksonder staan de kleinste sterren en hoe verder naar boven, hoe groter de diameter wordt van de sterren. En eh, rechtsbovenin zul je dan ook de rode reuzen vinden, dat zijn de sterren die relatief koud zijn maar wel enorme diameters hebben.